Als allereerst, wat vinden jullie van mijn nieuwe intro? Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. De video van vandaag staat in het teken van Moederdag. Want Moederdag komt er weer bijna aan. Om eerlijk te zijn vergeet ik altijd wanneer Moederdag is. Ik moet het altijd weer even googlen. Maar Moederdag is 13 mei. Als ik het nu niet verkeerd heb. Op die dag geven onze moeders extra veel liefde. En ik kan me nog echt heel goed herinneren dat ik vroeger op de basisschool altijd een moederdag cadeautje maakte. En ik vond dat echt super leuk om te doen. En mijn moeder vond het ook super leuk om te krijgen. Ondanks het heel erg mislukt was of heel lelijk. I don't know, je moeder vindt altijd alles leuk. En voor mij is het een traditie om elk jaar weer een moederdag DIY te maken. Vorig jaar heb ik dat gedaan, het jaar daarvoor. Ik heb geen idee of ik het jaar daarvoor ook heb gedaan. Maar dit jaar leek het me ook weer leuk om een DIY video te maken met hele, maar dan ook echt hele makkelijke DIY's die je echt binnen een paar minuten hebt gemaakt. Ik heb heel erg gekeken wat mijn moeder heel erg leuk vond, vandaar dat ik met deze ideetjes ben gekomen. Ik heb eigenlijk stiekem al deze ideetjes op Pinterest gevonden, maar hey, dat maakt helemaal niks uit. Dus mocht je inspiratie nodig hebben voor een moederdag cadeautje, kijk dan vooral verder. En laten we maar snel gaan beginnen met de eerste DIY. De eerste DIY stond al heel lang op mijn to-do list. Namelijk, ja, hoe ga je het dit noemen? DIY pollepels, gedecoreerde pollepels, gedecoreerde keukengerei. Ja, dat. Tijdens het maken van deze DIY ben ik erachter gekomen dat ik krijtbordverf heb gebruikt in plaats van ander soort verf. Dus ik weet niet of je dit dan kan afwassen als je dit hebt gemaakt. Maar het ziet er wel leuk uit. En je kan het ook gebruiken als keukendecoratie. Dus laten we maar met de eerste DIY beginnen. DIY cadeautje is een gepimpt schrift. Mijn moeder vindt net zoals ik het super leuk om dingen op te schrijven. Ik zie haar echt overal nergens weer een kladje maken. Dus ik vind het wel zo'n goed idee om schriftjes aan haar te geven. En deze pimp ik door middel van ja, leuke dingetjes. Staat ook helemaal in het teken van schrijven, notities, etc. Het is namelijk een simpel doosje met allemaal klapblaadjes erin.
allerlaatste DIY is best wel heel erg random, maar op een leuke manier. De achterliggende gedachte van deze hele DIY heeft ook met mijn verleden te maken toen ik nog een klein kind was. Want toen vond ik het echt geweldig om met waterverf te spelen. Ik had toen echt mega veel waterverfcreaties gemaakt en die hing mijn moeder ook op. Dit is ook wel een symbool voor haar van toen ik jong was. Alleen heb ik het nu op een andere manier gemaakt dan vroeger. Video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er misschien wat aan hebben gehad. Mocht je een van deze DIY's namaken, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En ik ben ook benieuwd wat jij dit jaar aan je moeder gaat geven voor Moederdag. Je kan natuurlijk ook iets kopen, maar soms is het ook wel leuk om zelf een kleinigheidje te maken en dat aan je moeder te geven. Doe vooral dat duimpje omhoog als je deze video leuk vond en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!